Het mooie zomerweer brengt altijd heel wat wandelaars en fietsers op de been. En ook deze zomer zwermen jeugdbewegingen massaal uit over heel Vlaanderen voor hun jeugdkampen. Maar als je met een groep op pad gaat, zijn een goede voorbereiding en een veilige aanpak essentieel. De meerderheid van de fietsers gaat zonder fietshelm de weg op. Maar dankzij een fietshelm verkleint het risico op een hersenletsel na een ongeval met 85%. Dus dat is geen overbodige luxe. Als je een fietshelm koopt, moet je altijd letten op dat er een CE-label op staat dat die voldoet aan de Europese norm. De helm moet altijd heel opzichtig zijn. Dat wil zeggen lichte kleuren, dat je zowel overdag en 's nachts gezien wordt. Als je hem opzet, dan zorg je altijd voor dat je de juiste maat hebt. Door eens te bewegen kun je merken dat hij goed vaststaat. Je hebt tevens ook nog een bandje aan de achterzijde dat je kunt aanspannen dat hij goed vast op je hoofd zit. Bij de bandjes moet je altijd zorgen dat deze klemmetjes goed tot aan het oor onderaan geschoven zijn, aan beide zijden. En als je hem sluit, zorg er altijd voor dat twee vingers tussen de sluiting en de kin worden gebracht. Als je een helm hebt laten vallen of je valt er zelf mee, moet je hem altijd vervangen. Dat is zeer belangrijk, want helm kunnen altijd schade hebben dat je niet kunt zien of kunt voelen. I'm walking, yes indeed, I'm talking about you and me, I'm hoping. En normaal gezien wandelen wij op straten met een voetpad. En als dat niet mogelijk is, dan gaan we op zoek naar straten met een fietspad of een berm. En zo proberen wij het zo veilig mogelijk te maken voor onze leden en voor onszelf. Het is een hele verantwoordelijkheid voor ons om met zoveel leden om de weg te lopen. En daarom proberen wij met zoveel mogelijk leiding aanwezig te zijn. We zetten dan leiding in het midden, van voor, van achter, om de verkeerssituaties goed te kunnen inschatten en iedereen veilig thuis te brengen. Als er geen zebrapad binnen de 30 meter ligt, mogen voetgangers de rijbaan op een andere veilige plaats oversteken. Wanneer een groep begonnen is met het oversteken van de rijbaan, dienen andere weggebruikers te wachten tot de hele groep overgestoken is. We doen meerdere fietstochten doorheen het jaar. Afsluiten! We vragen dan aan de leden om hun fietsen in orde te brengen en dan daarna naar de controle te komen. Don't fence me in. In groep blijven! Tijdens de fietstocht zelf zorgen we er ook voor dat er leiding vooraan, achteraan en soms ook in het midden rijdt. Het is wel nodig met zo'n groep deugnieten. Voor de zekerheid hebben we altijd een reparatiekit bij voor platte banden te kunnen repareren. En we hebben ook altijd een ESBO-kitje bij. Als leiding is het natuurlijk belangrijk om de fietstocht goed voor te bereiden. Zo kunnen we best ter plaatse even gaan kijken naar welke voorzieningen er zijn voor fietsers of eventueel voetgangers. We proberen natuurlijk ook altijd rustige wegen te nemen, zoals bijvoorbeeld het jaagpad in plaats van de drukke baan die dat ernaast ligt. Vlaanderen heeft een heel uitgebreid fietsroutennetwerk. Aan de hand van die knooppunten geraken we altijd wel op onze bestemming. Het zijn ook aangename en veilige wegen, dus daarom kiezen we daar dikwijls voor. Een groep van minstens 15 fietsers is niet verplicht om het fietspad te gebruiken. Ze mogen op de rijbaan altijd met twee naast elkaar rijden, zolang ze in groep blijven. Ze mogen echter nooit meer dan de helft van de rijbaan innemen. Dag Werner, als ik een zijdelingse wegversmalling nader, hoe en wanneer moet ik dan precies invoegen? Omdat ik merk dat er nogal veel wrevel veroorzaakt wordt bij de andere chauffeurs. Een rijstrookvermindering wordt altijd op voorhand aangekondigd door een verkeersbord dat een overzicht geeft van de situatie. Hier dien je te ritsen. Bestuurders die op een blijvende rijstrook rijden, laten elk een voertuig van de verdwijnende rijstrook invoegen. Het invoegen gebeurt best aan de flessenhals zelf. Gebruik alle rijstroken maximaal tot aan de eigenlijke versmalling en rits daar in elkaar. Ritsen is veilig, vlot en hoffelijk. Heb je zelf ook een vraag over verkeersveiligheid? Aarzel dan niet en stuur ze zeker naar kijkuit@bvv.be. Bedankt voor het kijken. Hou het veilig en tot volgende week.